burgemeester Cox, is het van nu af burgemeester? Nee, ik denk gewoon burgemeester. Maar burgemeester vond ik ook leuk in die combinatie. Maar ja, ik word betaald om burgemeester te zijn, laat ik dat maar doen. En voor de rest was pure lol, het was hartstikke leuk. Maar we gaan morgen weer gewoon aan de slag met burgemeester van Sittard-Kling. Ik ben bewust dat een heleboel mensen met sociale media omgaan. Wat ik wel vind is, ik ben gluurder eigenlijk, zowel op Facebook als op Twitter. Maar ik kom af en toe dingen tegen omdat mensen ook geen enkele rem erop hebben en ook niet op aangesproken worden. Want ik denk van ja, dat vind ik al te gemakkelijk. Ik vind als ik met jou ruzie heb dat je confrontatie moet aangaan, moet uitspreken met elkaar, verder ook geen enkel probleem maken. Maar via Facebook of via Twitter is dat vaak niet het geval. In de sociale media is de heer Lebens, wethouder, ook al uitgemaakt voor de Pinocchio van Sittard. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, ik vind dat dat niet kan. Pinocchio, dat los even van wat je er verder over denkt. Ik vind dat je met elkaar, ik zie heel weinig sociale media, dus ik word erop geattendeerd dat mensen bij mij beginnen te klagen. Ik zeg ook van, spreek hem of vader op aan. Ik vind dat je elkaar op de juiste wijze met elkaar moet omgaan. Dat je de feitelijkheden geldt, ook voor het college geldt, ook voor de oppositie. Dat je de feitelijkheden moet laten spreken. En natuurlijk een andere opvatting kunt hebben wat je met de stad wil. Maar dat kun je alleen maar in meerderheden vertalen. En je moet zorgen dat je bij de meerderheid komt. Nou, ik ga er niet over. Ik ben burgemeester, dus de kiezers moeten stemmen. PVV doet mee, mag meedoen. Dat is in Nederland goed geregeld, dus iedereen kan zijn stem laten horen. Ik heb geen bezwaar tegen de PVV. Waar ik bezwaar tegen heb, is dat in onze samenleving alles uitvergroot wordt wat aan de extreme kant ligt. Dat die ook een groot podium krijgen. En dat die in het algemeen, daadwerkelijk als je kijkt naar datgene zoals Trump, feitelijk ook, hè, als je erin slaagt in een half uur een speech te houden waarvan 24 keer geconstateerd wat hij die leugen verteld heeft. Dat constateer ik heel vaak ook in die clubs. En daar ben ik niet van gediend. Ik vind dat de stad er ook niet mee gediend is. Maar de kiezers bepalen het. Ik heb er geen enkele invloed op. Wil ik ook niet. Kiezers bepalen. PVV doet mee naast alle andere partijen. En ik hoop dat we met elkaar gezamenlijk aan de uitbouw en opbouw van de stad kunnen werken. Meteen is niet. Waar ik mezelf wel op. Wat mij vaker overkomt, is dat ik denk. En samen, ik zie het vaak terug, luister ook uiteraard heel vaak terug. Dat ik denk van ja, maar. Het is toch als iemand zijn waarheid vertelt. Het kan zijn waarheid zijn of haar waarheid zijn. Maar als dat niet overeenkomt met de feitelijkheden, dus fact-finding. Ja, dan vind ik dat je in de politiek met name moet opstaan. En zeggen van ja, maar dat klopt helemaal niet wat je zegt. Jij baseert jouw uitgangspunten op. De verkeerde gegevens. De gegevens zijn anders dan het is. En als je dat niet gecorrigeerd wordt in de politiek en mensen er niet op aangesproken worden, ja, daar krijg ik commentaar van. Daar moet ik zeggen van nou, dan zit je als voorzitter, maar die rol heb ik dan. Ik ben eigenlijk maar voorzitter. Politieke partijen, ook van de oppositie en de coalitie, moeten elkaar op aanspreken. En ik vind dat je fair debat met elkaar moet voeren, maar op basis wel van de juiste uitgangspunten en de juiste cijfers. Ja, nou, ik ben er absoluut van overtuigd. Dat zie je ook uit de wisselingen die over de verschillende partijen plaatsgevonden heeft. Ik denk dat er toch een tijd komt dat partijen hun positie verliezen zoals het is. Dus niet meer zoals vroeger ideologisch. Hè. Je was van het CDA of van de KVP en je was van de Partij van Arbeid of de SDAP en noem maar op. Dat is tegenwoordig niet meer. Mensen gaan kijken van ja, wat komt mij best uit. Ze zijn heel vaak georiënteerd op wat presteert hij of zij in de samenleving. Dat is allemaal prima. Ik denk dat het noodzakelijk is dat we elkaar pakken. En dat als je ziet de hele beweging in de wereld met de grote bedrijven die zich gewoon ergens vastpakken, vasthouden, et cetera. Die zich vestigen in een plek waar ze denken daar worden we ondersteund of daar worden we goed begeleid. Dan heb je elkaar doodgewoon nodig en dat is het belang van iedereen. Dus ik maak ook als burgemeester zeker geen onderscheid tussen oppositie en coalitie. We hebben een grote voorstander van een stevige coalitie.
Maar dat mag niet betekenen dat op het moment dat je nu van de oppositie naar de coalitie overstapt, dat je dan maar het totaal andere geluid laat horen. Daar moet je altijd aan wennen. Maar ik ben voor een goede samenwerking, kritische samenwerking, elkaar attenderen op datgene wat we in het verleden met elkaar besproken hebben. En ook proberen elkaar te attenderen op de ontwikkelingen die in de samenleving plaatsvinden. En burgers zijn alleen maar positief. En burgers zijn niet bezig met de kleuren of zijn niet bezig met... Ze vinden van ons dat wij gewoon de stad goed moeten besturen. Is de burgemeester Sjaak Cox trots op Zittert? Ik woon heel graag, mijn vrouw en ik wonen heel graag hier. Ik ben ook geweldig enthousiast als ik zie wat er in de stad allemaal gebeurt. Of je nou vanavond ook de drumband van opbiegt. En als je daar komt, zijn mensen die met heel weinig middelen toch ontzettend muzikaal zijn. Nou, dan moet ik zeggen, daar ben ik echt trots. In oktober is Sittard weer de? De ganse stad, onder de ganse welt. How much you